En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Het is zaterdag vandaag en gisteren bestond de Rotterdamse metro 50 jaar. 50 jaar Rotterdamse metro. Het allereerste ritje in 1968, het kortste metrolijntje ter wereld. Van Rotterdam, van Centraal Station naar Zuidplein. Dat was de allereerste rit. Het was de kortste metrorit. Het kortste metrobaantje van de wereld. En dat is uiteindelijk gegroeid naar zoals die nu is. Met metro's naar Spijkenissen, Centraal Station, Schiedam Centrum, Ommoord, Nesselanden, Capelle aan de IJssel en Den Haag Centraal. En binnenkort dus ook de metro naar Hoek van Holland. Dat is dus de allereerste metro. Ik wil jullie in deze vlog terugnemen naar de tijd. Ik heb nog een paar hele leuke oude boeken van de RET. En de allereerste metrorit, jongens. Dit is, het is dit weekend dus een feestje, 50 jaar metro. En ook op It's Ultrex zul je dus heel veel video's zien van dit weekend van de metro, 50 jaar bestaan. Ik ga morgen naar de metrostation Blaak. Daar staat de oudste metro opgesteld. Die staat daar zo ter gelegenheid van 50 jaar bestaan van de metro. Het is metrostel 5024. Staat normaal altijd in Hilgersberg in de tramremise. Tussen alle oude trams die er in Rotterdam gereden hebben. Museumtrams. En daar staat ook de Museum Metro 5024. En die is nu speciaal is die op transport gegaan naar metrostation Blaak. Met een dieplader in de smalle wijken van Hilgersberg. Nou, als jullie een beetje Rotterdam en een beetje Hilgersberg kennen, weten jullie wat voor smalle straatjes dat is. Dus het is een heel werk geweest om die metro met een dieplader te vervoeren. Maar uiteindelijk is hij naar de Schravenweg gebracht en daar hebben ze hem weer op de metrorails gezet en vervoerd naar metrostation Blaak. En daar staat hij, daar ga ik morgen heen. Gisteren is Metro Beta versie 3.13 uitgebracht. En daar staat ook een ritje op van Rotterdam naar Zuidplein. Een nieuwe route, speciaal ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Rotterdamse metro. Hebben ze het allereerste metro van Rotterdam. Van Nederland hebben ze dus in de metro simulator gezet. Echt hartstikke mooi. Heel mooi digitaal nagemaakt. Met herkenbare gebouwen. Herkenbare stations in de oude stijl nog. En het type M wat toen vroeger reed. Die dus ook nu bij Blaak staat. Metro type M. Ik ga jullie, ga ik ook nog plaatsen. En nu ga ik eerst eventjes de boeken met jullie doornemen. En dan kan ik wat leuke oude foto's laten zien van de metro. En een beetje de historie van de Rotterdamse metro. Het eerste boek wat ik met jullie ga doornemen, dat is 40 jaar metro in Rotterdam. Het boek is dus 10 jaar oud. En het is van Jan van Huiksloot en van Joachim Kost. Joachim Kost, die ken ik persoonlijk. Ik heb hem heel vaak ontmoet. Omdat ik in de beginjaren 2000 heel veel deed aan de Rotterdamse metro. Heel veel filmpjes gemaakt om op YouTube te zetten. Heel veel filmpjes, heel veel opnames gemaakt, foto's gemaakt. Altijd metrospotter geweest vroeger. En daar ken ik Joachim dus van. Die had vroeger een website, rtmetro.nl had hij. En daarvan ken ik hem dus. Dit is dus dit boek, 40 jaar metro in Rotterdam. 10 jaar oud dus inmiddels. En
Dit is dus de Randstadrail. Dit is een type T. Dat waren de eerste sneltrammetro's die naar de Alexanderpolder reden. Ommoord en Zevenkamp, het latere ging die door, dus naar Nesselanden. Deze is dus omgebouwd voor de Randstadrail. Nou, dan gaan we dus, ja, hij plakt verschrikkelijk. Hier dus de 5268 type T, die omgebouwd is voor de Randstadrail. Ik wou het nog een beetje Engels tintje aangeven. Nou, dit is dus een foto. Dit is dus uiteindelijk nooit wat geworden. Ze waren in eerste instantie dus van plan om niet een metro te maken, maar gewoon een tramtunnel te maken. Dat was dus dit. Dit is bij de Rijnhaven is dit dus opgenomen. En dit is dus nooit werkelijkheid geworden, want de metro is er toch gekomen. En ja, dat is wel een hele leuke foto. Dit is nog de oude Willemsbrug toen de metro nog niet reed. Even kijken, ofwel, in 1981 kwam de nieuwe Willemsbrug. Ja, deze is dus, hier reden dus de bussen overheen van Noord naar Zuid. En hier nog een leuke foto vanaf de Brienenoordbrug, ook met oude bussen. Dit zijn de foto's van de metrostations Centraal, Stadhuis, Beurs, Leuvenhaven, Rijnhaven, Maashaven, naar het eindstation in 1968, station Zuidplein. En daar was dan later de doortrekking naar Hoogvliet. Dat is dus in 1974 gebeurd. De bouw, het oude Centraal Stationgebouw nog. En de metro in aanbouw. Hier ook de metro in aanbouw, het bouwdok aan de Weena. En hier nog een foto ook van het bouwdok Weena. En hier de bouw bij het stadhuis aan de Coolsingel. Hier de metrotunnel in aanbouw. Dit is denk ik stadhuis. Is dit? Ja, metrostation Stadhuis, als ik het goed heb. Is dit? En ja, allemaal oude foto's van vroeger. Hier dus zo'n tunnel in aanbouw. Hier werd de metrotunnel. Die metrotunnel werd in het water afgevoerd, onder water gezet, zodat ze als bakken gingen drijven. En dan konden ze afgezonken worden. Deze ging naar de Leuvenhaven. En zo werden die metrotunnels dus afgegraven. Hier de viaduct. En links rechts een aftakking naar de remise in Wording. Dat was dus de remise. Hele dijk die ze een jaar of 5, 6, 7 gesloopt hebben. Dit zijn dus de metro's. De allereerste types. Morgen gaan we daar naartoe. En dan gaan we daar een leuke vlog ook van maken. Hier de proefrijen. De eerste proefritten in maart 1967. En hier nog een foto van iets eerder. Met de tunnel in, of de, het viaduct op Zuid in aanbouw. En hier ook. Dit is wel een leuke. Dit is de laatste bocht, zeg maar, als je richting Zuidplein gaat in aanbouw. En hier het metrostation Zuidplein in aanbouw. Nou, dan gaan we heel even snel even door. Dit is de remise Hillendijk in 1965 in aanbouw. En ongeveer in, ja, wat zal het geweest zijn, 2005, 2006 is die toen afgebroken. Hier ook nog een keer de Hillendijk. En hier de Hillendijk binnen bij de opening. 1968 met een metrostel op de achtergrond. Dit is metrostation Stadhuis. En dit is het oude Centraal Station.
Later hebben ze dus deze ook afgebroken en ze hebben nu dus een nieuw metro Rotterdam Centraal gemaakt. Maar dit was de allereerste, dit was de allereerste metro, de eerste allereerste Centraal Station halte met een eilandenperron. En dit is dus dat huis. Hier dus de bekende rood-witte, balken. Vond ik altijd wel heel apart als kind zijnde. En hier nog de Leuvenhaven. En hier de Rijnhaven waar een metro voorbij komt. Station Maashaven. En dit is Zuidplein. Deze stukje metro rails. Metrostation Slingen in 2007. En dit is Roon. En waar nu de metro dus naar Hoogvliet en Spijkenisse rijdt, daar reed vroeger het Moordenaartje naar Oostvoorne en Hellevoetsluis van de RTM. Hier nog een hele aparte foto. Dit was in 1999. Een hele aparte foto omdat dit het oude materiaal is wat bijna wegging rond die tijd. Er waren er al een paar. Die ging al in 1998 al weg. Dus het metrotype M verdween. En daarnaast staat dus het metrotype wat daarvoor in de plaats gekomen is. De 5300 serie. Ieder locomotief. En dit is ook wel een hele mooie foto, vind ik. Links de metro naar Hoogvliet. Rechts de metro die naar Centraal Station gaat. En daarboven de metro die naar buitendienstmetro. Die van het van of naar. Ik denk dat het naar de naar de remise gaat. Echt een hele aparte, mooie foto. Kom bijna niet meer aan woorden, joh. Nou, dit is dus de metro die tegenwoordig in Spijkenisse rijdt op de D-lijn, de Bombardier. En hier metrostation Hoogvliet. Dit is ook wel een leuke foto. Dit is metrostation Zalmplaat. Met daarachter de bouw. Van, bouw, je ziet nog niet veel, maar ze waren al aan het bouwen. De bouw ging beginnen naar de, voor de verlenging naar Spijkenisse. Hier dus Spijkenisse Centrum. Het enige echte Spijkenisse Centrum. En hier metrostation Heemraadlaan. Heel bekend. Dit is ook een hele aparte foto. Dit is Wilhelminaplein. Dit station werd pas later gebouwd. En een metro type M. Dus een van de allereerste metro's. En wat het toepasselijke is, is deze, dat deze helemaal in stijl is met reclame. Randstad Uitzendbureau. Hier een type. Dit is een type T. Die hebben ook nog in Spijkenisse gereden natuurlijk. Op lijn C naar Capelle. En op lijn A en B naar Ommoord en Zevenkamp Nesselanden. Dit is wel de hele bekende type M. Aan de voorkant van een emmetje. Werd die ook heel vaak gebruikt. En hier een metrokaartje van vroeger. De dag waarop de metro stilstond. Dat was in, 1976 was er een ongelukje gebeurd, elektriciteitsstorkje, waar ook de metrorails een gedeelte weg was. En toen op die dag stond de metro stil. Nou, hier de allereerste metro, dus Zuidplein. Dat was de allereerste metrorit van Centraal Station naar Zuidplein. En hier ook nog eentje. En hier nog een hele mooie kleurenfoto. En dit is, een proefbedrijf tussen Slingen en Hoogvliet
in 1974. Met een metro type M. En dan treinstel 5060 aan kop naar station Zalmplaat op 5 mei 1975. Nou, een paar maanden voordat ik geboren werd. Want ik ben in december 75 geboren. Dus ik was er nog net niet. Een open dag van de metro. Heel toepasselijk ook die richtingfilm. Waar open dag metro op staat. En hier het eindpunt station Zalmplaat. Dan het type T. En nog hier nog allemaal leuke foto's. Bij Zuidplein. Bij Slingen. Waar toevallig ze konden ook gekoppeld worden aan elkaar. Maar het liep niet altijd goed af. Maar ja. En dan hier een metro op de Akkers. Hier ook nog een aparte metrostel. Op een gegeven moment, ze waren standaard blauw met rode deuren. En ze kregen dus een nieuw kleurtje. En dit is dus de metro zoals die tot het einde gereden heb. Uitgezonderd van de Randstad Rail natuurlijk. Nou, ik ga even een klein stukje verder in de tijd. Hier nog een metro. Dit is trouwens de 5201 die bij de metrobrand betrokken was in de Akkers in 2006. Deze metro heeft ook daardoor niet meer verder gereden. Is naar de sloop gegaan. En de kop van deze metro, die is nog bewaard. En die staat ook op in de tramremise aan in Hilversberg. Hier nog een metro naar Zevenkamp. Hier nog een aantal ongelukken wat gebeurd is in de loop der tijd. Dat is natuurlijk ook gebeurd op de president Rooseveltlaan. En hier ook nog een ontsporing. Bij de tochten. Sneltram heeft heel veel problemen opgeleverd. Dit is ook nog even leuk om te laten zien. Dit is dus diezelfde sneltram. De sneltramrijtuig 5201 tijdens de proefrit in Hoogvliet op 1980. Dit is dus de metro die ook betrokken was bij de brand op de Akkers. Wat ik net vertelde. Dan hebben we hier nog een leuke foto's. Dit is de tochten. Dit is trouwens de hele dijk. En metrorijtuig 5268. Aan de kleiweg in renovatie. Dit is ook de kleiweg. Transport. De 5201 nogmaals. En het metrotype M naast het metrotype T. Een van de laatste metro's die nog in de remise was, de 5019. Metro remise stond de enige overgebleven, een van de weinig overgebleven type M, maar spoedig af te voeren. Naast het gereviseerde T'tje, de 5224. Dit is het interieur van de 5209. En dit is de 5229. En deze is dus ook betrokken geweest bij de brand op de Akkers. En deze metro is echt helemaal van voor naar achter helemaal vernield door de brand. Ze hebben nog wat bruikbare onderdelen eruit kunnen halen, wat er nog van over was. En toen is die gesloopt en verkocht als schroot. Die brand was trouwens in 2006. Dit is de 5264, proefbedrijf van de Randstad Rail.
en ook nog Randstadrail metro's. Eentje die nog niet gereviseerd is. Oh nee, dat is de 5234 die ernaast staat. Nee, die is niet gereviseerd, maar deze had dus de tijdelijke, een tijdelijke kleurinstelling. De 5264, dat was de allereerste Randstadrail-teetje. En dit is dus uiteindelijk niet het ontwerp geworden. Ik vond hem wel ontzettend mooi, maar jullie weten het. Uiteindelijk is hij dus zo geworden met deze kleurinstelling. Iets anders als dit. Maar ik vond dit toch wel eigenlijk mooier eigenlijk. Dit is het interieur. Het interieur is eigenlijk hetzelfde gebleven. Alleen de kleur van de stoeltjes zijn veranderd. Die zijn weer rood gemaakt. Zoals ze vroeger waren. En dit zijn de bouw van de 5300 serie. Die nu op lijn C en lijn D rijdt. Interieur van de bestuurderscabine van het type MG21 tijdens de bouw bij Bombardier in Brugge, België, 1998. Dit is dus de 5400 serie, hetzelfde als de 53, alleen deze kan ook op de sneltram rijden en heeft extra ramen aan de zijkant. Type RSG3 voor de Randstadrail. Nou, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Klein stukje, eventjes een klein beeldje van de historie van de Rotterdamse metro. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk gevonden hebben. Ik zou zeggen, doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op mijn kanaal voor leuke films, vlogs. Natuurlijk livestreams, vooral GTA 5, Metro Simulator en Planet Coaster en nog veel meer. En ik zou zeggen, jongens, druk even op dat knopje abonneren. Doe dat gewoon eventjes. En dan kunnen jullie allemaal leuke video's in de toekomst verwachten van mij. Morgen gaan we dus naar de metro, de oudste metro van Rotterdam, de 5024 in op metrostation Blaak. Kijk zeker weten morgen even naar mijn kanaal voor deze leuke vlog. Ik zou zeggen, jongens, de groetjes van deze kant. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Puff.